Dit is hoe je je PlayStation controller aansluit op je smartphone of bijvoorbeeld je tablet. Wil je bijvoorbeeld gebruik maken van de Remote Play app? Dat doe je zo. Je drukt eerst op je controller de Create knop in, houd je ingedrukt. Daarna de PlayStation knop, houd je ook ingedrukt. Totdat het blauwe licht gaat knipperen op je controller. Daarna ga je naar het device waarop je wilt spelen. Ga je naar de Bluetooth instellingen en daarmee verbind je met je controller. Kan je lekker gaan spelen. Daarna wil je misschien weer doorgaan op je PlayStation. Maar hoe verbind je nou weer die controller met je PlayStation? Nou ja, sluit hem even aan met een kabeltje. En doe je eigenlijk precies hetzelfde. De Create knop en de PlayStation knop ingedrukt. En dan, hartstikke idee, kan je weer lekker spelen met je controller op je PlayStation. Nou, meer tips voor je console. Volg dit kanaal.